In deze film maak ik een foto-out in Snapseed. Allereerst moet je natuurlijk een foto openen. Je tapt gewoon op de plus en je kunt hierboven een foto uitzoeken. En de foto waarmee ik aan de slag ga, dat is vandaag deze. Je hebt in Snapseed een aantal previews. Die heb ik niet nodig, die verberg ik. Dus ik tap hier op het boogje en ik ga gewoon met deze foto aan de slag. Door op het potloodje te tappen komen de filters tevoorschijn. En ik ga verschillende dingen doen aan deze foto. Allereerst ga ik een frame toevoegen. Dat doe ik hier rechtsonder. En ik krijg keuze uit een aantal frames. Nou, het frame wat ik wil, dat mag best een beetje oud zijn, zeg maar. Dus ik ga gewoon even wat willekeurige frames af. Als er pijltjes op staan, dan kun je er nog een keer op tappen. En dan verandert het zich. En ik denk dat ik voor deze ga. En ik tap hieronder op het vinkje om het toe te voegen. Ga ik terug naar het potloodje. En nu ga ik kiezen voor het filter Retrolux. Retrolux... ja, gooit een soort gradient over je foto heen, verdeeld tussen de donkere en de lichte tinten, en dat is wat we nodig hebben. En welke je uitzoekt, ja, dat is natuurlijk ook een beetje smaakgebonden. Dus ik ga er ook verschillende af. En wederom, als er pijltjes op staan, dan kun je daar meerdere keren op tappen om het effect te veranderen. Ik denk dat ik voor deze ga. Je ziet dat het Retrolux effect in dit geval op heel de foto wordt toegepast. Dus ook op mijn lijstje wat ik daar straks heb toegevoegd. Wil je dat nou niet, dan doe je eerst het Retrolux effect en daarna bijvoorbeeld het lijstje. En dan zou je een spierwit lijstje krijgen. Maar ik vind dat gelige effect wel fraai. Je kunt bij aanpassen nog uit verschillende dingen kiezen. Ik trek om te beginnen de verzadiging is naar -100. Nou, lichtvlekken mogen wel wat minder. Maar de krassen... dat zie je bijvoorbeeld hier links. Je ziet her en der ook wat spikkeltjes. De stijlsterkte mag wel een klein beetje meer. Het contrast trek ik ook een klein beetje omlaag. Dan wordt hij wat fletser. En de helderheid een klein beetje omhoog. Dit vind ik op zich wel aardig. Dus ik tap hieronder op het vinkje. En ik ben klaar voor de volgende stap. De volgende stap, wederom via het potloodje, dat wordt het focus effect. Met het focus effect kan ik zeggen van nou, hier is het scherp, in deze kleine cirkel, en daarbuiten is het onscherp en daartussenin zit een verloop. Als ik op aanpassen tap, kan ik bijvoorbeeld de overgang groter maken. En ik kan met 2 vingers de vorm van de cirkel bepalen. Nou, ik trek hem helemaal uit en ik trek hem ook een klein beetje naar boven. En op die manier krijg ik eigenlijk gewoon ja, onscherpte in de randen. De overgang mag wel wat kleiner weer. Maar de vervagingssterkte zet ik niet al te hoog. Het effect mag er een klein beetje op zitten alsof het een slechte lens was. Maar niet te veel natuurlijk. Ik vind dit wel aardig. En ik tap weer op het vinkje. En tot slot ga ik een vignet toevoegen. Dat had je ook bij het focus effect kunnen doen. Maar via vignettering vind ik dat net iets mooier. De buitenste helderheid die trek ik wat terug. En de binnenste helderheid geef ik nog een tikje een kleine boost. Nou, de buitenste helderheid mag wat minder zijn. En ik tap op het vinkje. En ik vind dat ik eigenlijk zo wel klaar ben. Laat ik je nog even het origineel zien. Via bewerkingen bekijken. Het origineel. En wat we er uiteindelijk van gemaakt hebben. Ik zou zeggen bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer en doei doei.